Hallo, we gaan vandaag een zilverfoliemannetje vouwen. Wat heb je nodig? Een schaar. Een stukje zilverfolie, dat is alles. Je begint met in het midden van je zilverfolie onderaan een stuk in te knippen. Tot ongeveer op een derde. Dan draai je folie om. En dan maak je nog twee knippen. Ongeveer op de helft hiervan. Ongeveer een derde. Hetzelfde op de helft hiervan. Als je het fijn vindt kun je het ook meten. Maar ik knip gewoon. Zie je wel. Of niet zo precies. Dan draai je het blaadje weer terug. En dan ga je heel voorzichtig het eerste been maken. Hoe voorzichtig, anders scheurt het. Knijpt het gewoon bij elkaar. Hè? Hoeft nog niet heel stevig. Dat je een beetje het idee krijgt van de eerste been. Dat doe je ook met de andere kant. Een beetje in elkaar. Voorzichtig. Dat je ook daar een soort beentje hebt. Het is een beetje geschroefd, is niet erg, want straks moet het lijfje maken. Dan heb je hier al twee beetje beentjes. Dan ga je heel voorzichtig hetzelfde doen met het stukje aan de zijkant. Dat wordt een armpje. De andere kant ook. Kijk, goed. Zo'n armpje. Dan ga je nu het lijf maken. En eigenlijk vouw je dan het middenstuk naar elkaar toe. Zo. Even invouwen. Nu kun je ook je beentjes eigenlijk weer wat stevig aan elkaar drukken als je het beter ziet dat het een los beentje is. Kijk maar. Als je het weer lang maken. En je armpjes. Zo. Ja. Nu heb je een soort SpongeBob. Nu komt het hoofdje. Daar maak je een soort balletje van. Hier, precies onder, maak je het nekje. Doe het een beetje smakker. En dan kun je alles in zijn geheel een beetje stevig in elkaar drukken. Zo. Dan blijf je nog een beetje platter maken. Een beetje ronder, wat je er leuk vindt. Zilverfoliemannetje. Voetjes maken. Gewoon even omvouwen. Handjes. Te zwaaien. Wat je wilt. Klaar?